Toen de Duitsers uit ons land wegtrokken, toen hadden ze letterlijk alles gedaan om ons het verdere leven in vrijheid zo zuur mogelijk te maken. In onze havens, de belangrijke levensaders voor ons herstel, hadden ze op afschuwelijke wijze huisgehouden. Maar op één ding hadden ze niet gerekend. Dat was op de moed en de levenswil van het Nederlandse volk, dat het opbouwwerk met ontembare energie aanpakte. En welk een schoon en krachtig bewijs heeft Rotterdam daarvan geleverd. Minister Spitsen kwam er zich persoonlijk van overtuigen. 5 jaar slechts heeft het geduurd, het herstel en de vernieuwing van de haven. Maar het waren 5 jaar waarin een Herculesarbeid is verzet. En wie nu, zoals de minister, over de Maas vaart, langs de Rijnhaven, de Merwehaven, de Waalhaven, die kan zien dat alles er weer normaal is. In de Maasstad wil men dit prachtige werk graag onder de aandacht van het Nederlandse volk brengen. En er komt daartoe binnenkort een tentoonstelling. De Rotterdamse haven is hersteld en gemoderniseerd. Zij mag weer gezien worden. En de Rotterdammers willen dat zij gezien wordt. Vandaar de tentoonstelling die de naam krijgt Rotterdam Ahoy.